Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review hier bij Thomas Opened. Het is een beetje gloomy, niet zo fijn weer, een beetje bewolkt. En het ziet er eigenlijk half herfstig uit, ook al is het best aangenaam qua temperatuur nog. En ik had zin in barley wine. Ik had zin in barrel aged barley wine. En niet zomaar eentje. Deze komt uit de UK, bij Harbour Brewing, uit Cornwall. En het is een Brewers Reserve 2017 Barrel Aged Barley Wine, 15% alcohol. Er zijn 600 flesjes in totaal. Dit is flesje nummer 106. Als ik me niet vergis van wat ik me herinner van online, was het een bourbon barrel. Ja, en dat is best een exclusief bier blijkbaar hier in Nederland. En dit is precies waar ik gewoon nu echt even zin heb met dit weer. Made a reviewer... die onlangs een hele exclusieve stout review, daar had ook zoiets van, ja goh, weet je, ik zal hem zelf waarschijnlijk nooit weer proeven. Jullie zullen hem misschien ook niet zo snel kunnen vinden. Maar het is wel leuk om dit gewoon ook eens te reviewen. Die hele gekke, bijzondere, exclusieve bieren die je gewoon niet zo snel weer terugvindt. Gewoon om die ervaring ook eens met anderen te delen. Nou, zoals je kunt zien, het is een fantastisch mooi flesje. Wax sealed. Een van de mooiste flesjes eigenlijk die ik ooit gezien heb. Dus ik ga eerst eens even met een mesje de waslaag doorsnijden, want we willen toch echt zeker weten dat we er ten eerste snel en makkelijk doorheen komen. En dat we ook niet door hem verkeerd te openen in één keer wasrestjes in het bier meekrijgen. Nou, we gaan hem eens even kijken of we hem kunnen openen, want er zijn die dingen met die waslagen altijd een hele mooie uitdaging. Ja, er moet echt nog een hele waslaag af, zie ik wel. Altijd leuk jongens dit. Kijk, de waslaag die zit erop om ervoor te zorgen dat er geen zuurstof en alles bij het bier komt. En dat is op zich een hartstikke leuk idee. Maakt het wel een klote klus, sorry voor mijn taal, om dit te openen. Nou ja, ik klets nog even leuk verder. Eventueel editen we nog een beetje meer straks als de review te lang duurt. Maar dat gaat wel goed komen. Even kijken. Nou, we hebben wat meer. Oh man, dit is echt een rot klus. We gaan gewoon nog even vrolijk door. Waarom niet? We redden het wel uiteindelijk. En de kans is groot dat er gewoon een stukje van de review af moet. We gaan nog even een vrolijk door. Klets, klets, klets. Oh man. Weet je, achteraf, ik wou echt dat ik dit er eerder afgehaald had. Maar dat is wel een hele stuk... ervaring die jullie natuurlijk dan zo moeten missen. En laten we ook hopen dat ik mezelf niet tussentijds straks ergens in mijn eigen vingers snijd. Dat zou leuk zijn. Maakt de review wel een beetje heel erg vervelend. Oh, zit ik heel erg uit frame? Nee, maakt het uit. Jullie zijn niet voor het bier, niet voor mijn mooie koppie. Oh, wauw. Dit is echt een hele... Ja, we komen ergens. Maar even niet op. Nou, dit is echt een hele leuke. Wiens idee dit was, mag Joost weten. Oh ja, mijn idee. Hi. We komen er bijna. Hoop ik. Ja. Ja. Dat was hem. Dat was hem. Nou. En geen was... in het bier. Yay. Nou, dan gaan we. We gaan hem in zo henken. Ik ruik altijd een en ander. Ik ben echt super benieuwd. We gaan eens even kijken wat hij doet. Wauw, zo. Veel meer koolzuur dan ik verwacht had eigenlijk. En nog een redelijke kop die erop komt. Voor een 15% barrel aged barley wine. Ja, we gaan eens even kijken. Ik zet de rest schenken straks al in. Licht troebel wat je zou verwachten van een barley wine. Alleen helderder eigenlijk dan ik gedacht had. Kleine crème wit schuimkraag die al aan het verdwijnen is. Ja, eigenlijk wat je verwacht van een mooie barley wine qua kleuren en schuimkraag. De grootste reden dat ik deze wou is... Ik heb nog nooit van Harbour Brewing gehoord. Ik heb er nog nooit wat van gedronken. En ik zag het flesje langskomen. Ja, hij kreeg een 4,4 ongeveer op Untappd uit de 5. Ik denk, wauw.
Dat bier moet ik proberen. Zeker voor in principe een hele kleine prijs. 6 euro. Dat is eigenlijk niks voor zo'n bier. We gaan eens even ruiken. Kijken wat hij in de neus doet. Wauw. Zo. Nou, dat is sowieso ten eerste bourbon. Veel vanille. Heeft een hele erge wijnachtige kwaliteit bijna. Heel bijzonder. Komt iets naar voren en ik kan het niet helemaal plaatsen. Nou, in ieder geval ontzettend veel hout. Bourbon. Vanille krijg je heel sterk naar voren. Echt wel een beetje boozy inderdaad. En ook inderdaad wat je kan verwachten van een barley wine. Het is moutig. Het is denk ik wel echt een Engelse barley wine. Meer naar de mouten dan naar de hop. Moutig. Vijgen, pruimen, rozijnen, dat soort dingen, dadels. Intens, wat ontzettend, ontzettend intens. We gaan straks nog even verder terug naar die neus, die moet nog wat meer open. Maar we gaan tussentijds even proeven, ik ben echt heel erg benieuwd. Je wordt meteen inderdaad klam in je gezicht van de bourbon, booziness, een beetje dat hoge alcohol, zeker weten. Maar de smaken van bier komen ook mooi naar voren. Het is inderdaad weer wat ik net ook al in de neus beschreef, die barley wine van dat heftige, moutige, veel gedroogd, intens fruitige smaken. Karamellig, suiker. Ik ben heel benieuwd of hier nog wat onder in de fles aan een sediment zou zitten. Ik schenk toch de rest er even bij. Kijken wat dat doet. Oh, een labeltje in de weg. Het is een maf flesje hoor. En ik ben ook een beetje shaky vandaag. Nou, ik weet niet wat ik heb. Dit is bijzonder. We leggen hem wel even tegenaan. Klaar. Nou, er zit volgens mij niks onder in de fles inderdaad. Het valt me nog echt mee dat het koolzuurniveau, koolstof, laten we dat maar niet hopen, koolzuurniveau van dit bier nog redelijk goed aanwezig is. Maar ja, intens fruitige neus. Voor een alcoholpercentage van 15%. Ik bedoel, je merkt het wel. Maar het is niet super heftig. Hij is in dat opzicht nog heel zacht, verwarmend, niet scherp alcohol, verwarmend alcohol. Intens goed gedaan. Ook al zijn de smaken dus perfect, ik vind hem nog niet uitermate complex. Misschien dat als hij straks wat langer staat, dat dat nog wel komt. Momenteel is het gewoon eigenlijk een bourbon barrel-aged barley wine. Doet wat hij op het label zegt. Maar wel in een hele, hele hoge kwaliteit. Het zijn voornamelijk momenteel de dat spicy bourbony. Ja, echt dat kruidige bourbon, mout, hout, vanille, honing. Honing. Oh, echt honing. Wauw. Ja, ik vind echt dat als je wilt praten over de kei-goeie barley wines, dat je toch bij de English style komt. Niet de American style waar ze ontzettend hoppig zijn, maar toch meer die old school English UK barley wines, gerstewijnen, die dus inderdaad zo ontzettend verwarmend zijn door het hoge alcohol uiteraard, maar ook die smaken van karamel, een beetje notig, alles dat gedroogde fruit, suikers. Ja, dat maakt hem echt een super, super lekker winterdrankje. Dit is een open haard, warm, knisperend vuurtje en daar gewoon naast zitten en gewoon niet eens echt iets doen. Gewoon zitten, genieten.
Eigenlijk moet ik even naar buiten en even een vuurkorfje aanzetten, denk ik. Dat zal wel passen. Dat lijkt me nou echt wel een goed moment voor. Laten we het eens over scoren gaan hebben. Nou, die 4,4 ongeveer volgens mij op Untappd. Voor zoiets als dit, waarin je gewoon echt een goed gemaakte basis barley wine hebt, die je in goede vaten laat rijpen en een resultaat als dit krijgt. Nou, dat vind ik een. Ik geef hem een 95 uit de 100. Dat vind ik in dit geval echt wel het bier waard. Stiekem ben ik eigenlijk een beetje. Ik wou dat ik hem nog niet had geopend. Ik wou dat ik hem nog niet had geopend, want ik mis hier iets in. En dat merk ik nu. Dit is een bier dat ik eigenlijk 2 jaar of zo moeten laten staan. Ik hoop dat ik hem weg had. Een webshop. Beerdome. Ik hoop dat die nog wat binnenkrijgen. Hij deed zijn best nog wel. Dan wil ik er eigenlijk nog even 2 bij. Want dit is iets dat wil ik even een jaartje, 2, 3 aan de kant zetten. Dat je dat. Wat je ook met oude port en dergelijke hebt. Dan krijg je een beetje dat funky, oude kaarsachtige, gerijpte. Als je daarvan houdt, dan weet je precies wat ik bedoel. Dat soort kwaliteiten in dit bier, dat is eigenlijk precies nog wat hij nodig heeft. Dat maakt hem af. Dan gaat hij zo van een 95 naar een 99 of een 100. Dan is die perfect. Het mist die leeftijd. Dit had ik, hoe heerlijk die ook is, eigenlijk nog even een jaartje of 2 moeten laten liggen. Ja. Maar ja, doe je nu niks meer aan, dan kan hem moeilijk teruggieten en weer dicht doen. Hier ga ik nog even lekker een tijdje van doorgenieten. 95 uit de 100, daar doen we hem dus mee. Scoren hier. Bedankt voor het kijken weer. Like de video, abonneer op mijn kanaal. Je kan hem terugvinden op social media. De links die vind je onderaan in de omschrijvingsbox. Kun je hem terugvinden op Instagram, Untappd en mijn Facebookpagina. Ja, ik heb inderdaad, ik ben nog een van die mensen die nog wel een Facebookpagina heeft. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe review. Proost!